Nou, ik wil het maar wel afgeknipt en dan niet te kort en dan in laagjes met een schuine pony. Ja, dat haar gaat er niet zomaar vanaf. Een kleine wens wordt nog even ingewilligd. En dan wacht Lopke met trillende knietjes tot het moment daar is. De gevlochten staart moet eraf. Het is wat frisser nu in mijn nek, maar ik heb eigenlijk gewoon nog het gevoel dat het precies dezelfde lengte is. En zo wordt er knip na knip uitgevoerd in Nunspeet. De meiden doen het omdat schoolgenoot Joshua met de actie begonnen is. Hoe is dat nou voor jou dan om hier nu tussen te staan? Ja, apart. Ik vind het heel tof dat al die meiden het willen doen. Het haar gaat naar Stichting Haarwensen, die het gebruikt om gratis pruiken te maken. Die gaan naar jongeren die kaal zijn geworden door ziekte. En Joshua vindt het belangrijk om de haarloze patiënten te helpen. Dan kunnen ze misschien daardoor gepest worden. En dat is vooral op deze leeftijd, want dan krijg je minder zelfvertrouwen. En dan is het handig als je een pruik hebt. Dan kun je misschien weer meer zelfvertrouwen krijgen. En dus gaat ook de staart van Joshua eraf. Ja, het voelt heel apart. Nu als ik in de spiegel kijk, denk ik van dit is echt lelijk, maar dat wordt bijgeknipt. Dus dan zal het wel mooier worden. In totaal zijn 11 staten geknipt. Dat haar is goed voor 2 haarstukken. En de 11 kinderen hebben ook weer een frisse koep.